Welkom bij de Zorg van Morgen, de podcast over ICT en digitalisering in de zorg. Gerard en Martijn, welkom bij de Zorg van Morgen. Leuk dat jullie er zijn. Willen jullie even voorstellen om te beginnen? Dankjewel. Mijn naam is Gerald Kuipers, werkzaam bij AGZ, Accountants voor de Gezondheidszorg. Een accountantskantoor gespecialiseerd in de zorg. Ja, verrassend genoeg. Ja, precies. Ja, is leuk. De naam zegt het al. Ja, precies. Heel goed. Dank hey, dankjewel voor de uitnodiging, Maya. Uh, Martijn, uh, mijn naam is Martijn Kool. Ik ben ook uh, een uh, van de drie accountants van uh, Aangezet. Nou, leuk. Welkom. Ja. Um, je zei het net al een beetje, Gerald. Jullie specialiseren je in de zorg. Waarom is dat? Uh, omdat wij van mening zijn dat mensen die de jaarrekeningen uitwerken, dus samenstellen of controleren in de zorg, uh, die hebben specialistische kennis nodig. En die specialistische kennis heb je nodig om de jaarrekening goed te controleren of goed samen te stellen. Uh, en dat op het moment dat jij één uh, klant zeg maar, bedient, uh, dan moet je relatief veel investeren in de uh, ontwikkelingen, ontwikkelingen in de zorg. Om het bij te houden. Uh, en zijn wij van mening dat je niet de juiste advisering richting uh, een klant daardoor kan doen. Want zijn die verschillen dan zo groot met andere branches? Nou, je hebt wel een specifieke regelgeving in de zorg. En, uh, dus dat is wel echt anders. <kijkt> Kijk naar de afgelopen periode. Dan heb je bijvoorbeeld. Uh, de specifieke maatregelen gehad. Coronacompensatie. Nou, dat heb je in de zorg nadrukkelijk gezien. Uh, daar zijn allemaal weer steunmaatregelen voor gekomen. Nou, dat is anders dan in het uh, reguliere bedrijfsleven. Daar had je meer de now regelingen Doen jullie dat bij uh, uh, elk soort zorginstelling waar, waar jullie je uh, op richten? Ja, uh, die steunmaatregelen, de minister heeft twee jaar geleden ongeveer... Uh, toen corona uitbrak, hebben ze eigenlijk gezegd... ja, is heel specifiek de zorg, omdat corona natuurlijk zorggerelateerd was. Uh, daar mag, uh, die mag niet... Uh, onder lijden, zeg maar, onder deze uh, uh, pandemie. En dat betekent dus dat voor alle zorginstellingen, van groot tot klein, specifieke maatregelen zijn uh, getroffen. Um, en ook bijvoorbeeld voor de mensen die werkzaam waren in de zorg. Is de zorgbonus toen uh, uitgekeerd? Nou, daar uh, is heel veel over te doen geweest. Hoe dat gecontroleerd moest worden, hoe dat verantwoord moest worden. Uh, en dan zie je dat je als gespecialiseerd kantoor, die eigenlijk die hele breedte van de zorg uh, bestrijkt, dat je daar goed kan adviseren richting je klanten. Maar ook, uh, omdat wij in een specifiek orgaan zitten uh, bij de Nederlandse beroepsorganisatie, het COSIC, dat wij ook de stem van de kleine zorgaanbieders kunnen laten horen bij een VWS, bij een uh, NZA, omdat wij daar ook uh, direct aan tafel zitten. En wij dus uh, ook het, uh, de stem zeg maar, van die uh, eerste- lijns of tweede-lijn zorgverlener met de zaken waar zij tegenaan lopen, dat uh, wij die ook kunnen uh, laten horen in Den Haag of in Utrecht bij de NZA. En hoe klinkt die stem dan? Wat, wat, wat is jullie missie? Wat proberen jullie dan te, te bereiken? Nou, wat je ziet de afgelopen jaren uh, is dat de zorg met al hun regels, uh, met al hun verantwoordingen die ze moeten doen, uh, steeds zwaarder wordt voor de eerste lijns en de tweede lijn zorgverlener. Uh, men moet steeds uh, meer verantwoorden. Een voorbeeld is de invoering van de WTZA. Uh, vroeger diende een zorgverlener in de tweede lijn alleen hun uh, jaarrekening te publiceren op uh, jaarverslagen, uh, jaarverslagenzorg.nl. Uh, dat geldt nu ook voor de eerste lijn uh, uh, zorgverlener. En in de toch al drukke tijden zie je dat die eerste lijn zorgverlener aangeeft. Ja, we hadden toch met elkaar afgesproken dat we zouden gaan naar een stukje administratieve lastenverlichting. Past dit daar wel bij? Uh, en die stem, die kunnen wij dan goed uh, verantwoorden... van uh, de beleidsmedewerker die dit bedacht heeft in Den Haag of in Utrecht... Uh, weet wel wat hier de gevolgen van zijn... en weet wel uh, van de uh, wetten die jullie hebben geïntroduceerd... wat daar de gevolgen van zijn voor die, uh, voor die zorgverlener. En onze missie om even jou uh, 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 specifiek antwoord op te geven, is dus niet alleen uh, maar het controleren van de jaarrekening uh, van die zorgverlener. Maar ook deze stem te laten horen. Uh, en het vertrouwen terug te brengen in de markt uh, tussen de zorgverlener en uiteindelijk de uh, VWS en de NZA. Uh, want tegenwoordig wordt overal een verantwoording bijgevraagd. Ja. Ja, zeker. En is dat een uh, proces waar jullie klanten heel nauw bij betrokken zijn? Zijn jullie vaak met elkaar in gesprek om te kijken, oké, okay, wat, wat, welke stem gaan we laten horen als we aan tafel zitten? Nou, ik denk dat je nu kijkt uh, naar de nieuwe wet waar Gerard naar refereerde, die weet is het, A. de wet zorg, uh, wat nu voor alle zorgaanbieders uh, geldt. Uh, daar hoor je wel uh, hoe de klanten daarmee omgaan, zeg maar. Dus de zorgverleners. En dat, dat neem je mee in de besprekingen die we hebben met VWS en NZA van jongens. Maar de kleine zorgaanbieder, even wat is klein, uh, die vindt dit en dit en dit. Of uh, die eerste lijnzorgaanbieder, die heeft hier niet mee te maken. En moet het allemaal wel verantwoord worden op die ja. manier. En dat nemen wij weer mee in die gesprekken en dat koppelen we weer terug. En in welke mate wordt er naar jullie geluisterd? Je... Nooit genoeg natuurlijk. Nooit genoeg. Ja, nou, ik, ik denk dat het juist wel ook uh, heel mooi is dat uh, juist ook wij vanuit uh, het ministerie van VWS benaderd zijn, omdat wij juist als organisatie ook de kleinere zorgaanbieders uh, doen, zeg maar, in ons ja. pa, uh, klantenpakket. Uh, dat ze ook specifiek naar ons gevraagd hebben. Denken jullie eens met ons mee... van hoe we nou de implementatie van de WGC-TA... verder moeten uh, concretiseren? Ja, want jullie zijn eigenlijk de brug voor hen... naar die kleinere aanbieders. Ja, ja. want wat Gerard ook aangaf... Gerard zit in het COZIC... dat is de, van de Nederlandse beroepsvereniging... Uh, van accountants... Uh, hebben we het over de zorg. Welke regelgeving komt eraan... en wat heeft dat voor impact... Zeg maar, voor de accountantscontrole vaak... Um, maar dat is heel vaak gericht zeg maar, op de grote ziekenhuizen. Oh, yeah. Of op de grotere instellingen. Dat... En als je naar het speelveld kijkt van het zorglandschap... is dat misschien een beperkt percentage van het hele landschap. Je, je hebt zoveel kleine zorgaanbieders. Even als voorbeeld voor de A. Daar Daarvoor hadden we de wet I, Dat waren 3000 instellingen. Nu met de WTZA worden er 18.000 instellingen. Yeah. Dat geeft wel aan van dat een hele grote groep... Dus niet in dat uh, grote segment zit. En in dat COSIC-overleg, daar zitten naast de AGZ zitten de, uh, de big voorkantoren. Mm -hmm. die in omvang qua euro's uh, een heleboel zorginstellingen uh, uh, controleren. Maar in omvang qua aantallen, wat, uh, wat Martijn aangeeft. Uh, zitten een heleboel van die zorgverleners bij kleinere kantoren? En dan is het wel heel erg van belang om ook je stem te laten horen in uh, COSIC, uh, bij de NZA en bij VWS. Van ja, wat betekent dat nu eigenlijk, de uh, beleidsregels die u, aan het, uh, uh, die u maakt? Wat betekent dat voor die kleine zorgverlener en wat is de impact voor die kleine zorgverlener? En dat betekent in de praktijk dat ze dus uiteindelijk soms andere keuzes maken. Ja, een voorbeeld daarvan wat we hebben kunnen realiseren uh, samen met uh, nog twee andere uh, belangenpartijen, is de, voor de WZA diende men uh, voorheen voor 1 juni de jaarrekening helemaal in te uh, uh, klaar te hebben en te verantwoorden op jaarverantwoordingzorg.nl Um, heel specifiek daarvoor zijn wij uh, naar uh, Den Haag gegaan en hebben gezegd: ja, je moet je realiseren dat dit niet uh, haalbaar is. En waarom is het niet haalbaar? We zitten met krapte uh, op de arbeidsmarkt binnen de accountancy en aan de andere kant, uh, voordat mensen cijfers gereed hebben, voordat uh, klanten cijfers gereed hebben, ben je maand, anderhalve maand, uh, ben je over het algemeen verder, voordat ze de gegevens bij ons aanleveren. Je moet verantwoorden voor 1 juni. Uh, dus dat betekent dat je daarvoor ook nog je besprekingen hebt uh, uh, gehad. Dat betekent dat je dus 1 uh, mei klaar moet zijn. Vijf maanden min die anderhalve maand is drieënhalve maand, dat je dus de volledige zorg in Nederland zou moeten uh, uh, voorzien van een jaarrekening. En dat is gewoon niet haalbaar. Nou, daar zijn wij uh, zijn gesprekken over geweest, uh, door ons met VWS. En uiteindelijk heeft dat geleid. Dat de minister heeft aangegeven voor 2000 uh, boekjaar 2022. Uh, uitstel te verlenen 12 maanden tot 1 januari uh, van het jaar op volgend op. Het jaar daarop gaan we terug naar 1 oktober. Uh, en uiteindelijk is het doel van, het, uh, van die minister nog wel terug te gaan naar 1 juni. Maar hebben wij uh, ook voor elkaar gekregen dat we het gaan evalueren. Want in onze optiek is dit niet een incidenteel probleem die we even in 2000, voor boekjaar 2022 of 2023 moeten oplossen. Maar dit is een structureel probleem. Want die arbeidsmarkt gaat niet zomaar veranderen. Nee. Nou, helder. Daar heb je in ieder geval mooie stappen kunnen zetten. En als we even wat meer inzoomen ook op eh, jullie vakgebied en de zorg zelf. Wat zijn vraagstukken waar jullie tegenaan lopen? Hè? Want eh, corona is nu, nou ja, soort van achter de rug. In ja. ieder geval de maatregelen die erbij horen. Wat zijn nu actuele thema's die, die spelen bij zorginstellingen? Nou, ik denk dat de actuele thema's die er nu spelen is in uh, de krapte op de arbeidsmarkt. Mm -hmm. Daar zie je bij al onze klanten, uh, zie je daar uh, met de corona en dan nu. Dat ze gewoon eigenlijk de handen uh, geen handen hebben. Geen handen meer aan het bed. Dus dat is een enorme uitdaging voor de zorginstelling. Hoe kunnen we daar invulling aan gaan geven. Uh, ze zien natuurlijk ook de hele digitaliseringsslag uh, gaat er plaatsvinden. Nou, ja, vervangende maatregelen voor de, uh, de krapte is uh, robotica, demotica, uh, Noem maar op. Uh, dus dat is er wel een transitie waarin de, uh, onze klanten uh, mee bezig zijn. Uh, maar eigenlijk denk ik. Heel toevallig had ik gisteren nog een bespreking met een bestuurder die zegt ja, ik lig eigenlijk wel wakker van de krap op de arbeidsmarkt. Ja. En, en, en de zorg voor enerzijds de krapte, dus moeten heel veel mensen uh, moeten de zorg uh, krijgen. Ook, want er zijn heel veel wachtlijsten. Dus ja, hoe ga je dat matchen met elkaar? Nou ja, en IT speelt daarin een belangrijke rol. En automatisering en robotica, alles wat je zegt. In welke mate spelen jullie daarin een rol? Als het bijvoorbeeld gaat over investeringen en zaken, is dat ook iets waar jullie actief over adviseren of meedenken met jullie klanten? Nou, wij worden geacht als accountant dat we niet alleen naar de cijfertjes kijken. Dat doen we altijd uh, in deze periode, zeg maar in het uh, voorjaar. Maar in het najaar kijken we altijd naar de processen en uh, hoe de interne processen uh, Opgetuigd zijn. En omdat IT steeds belangrijker wordt, gaan we ook steeds meer naar die IT-omgeving kijken. Gaan we kijken van hé, welke IT-systemen zijn er, op welke manier zijn die gekoppeld. Uh, een heel belangrijk onderwerp is natuurlijk uh, de informatiebeveiliging. Hoe is nou uh, jouw informatiebeveiliging? Want we hebben natuurlijk te maken met zorg. Zorg heeft privacygevoelige informatie over cliënten, dus hmm. dat moet wel extra beschermd zijn. Ben je dan eigenlijk Harold's baan aan het inpikken? Nee. <laughs> Gelukkig niet voor Harold. Uh, wat wij uh, uh, doen is. In die procesbeoordeling die wij uh, doen in het najaar, is kijken hoe heeft de organisatie het zelf uh, geregeld. Dus zeg je een stukje advisering. Ja, dan zou je misschien uh, uh, zeggen uh, dat we Harolds baan een stukje aan het inpikken zijn. Mm -hmm. Uiteindelijk zijn wij accountants en is Harold, uh, uh, is IT'er. Yeah. Uh, dus wij weten op een hoog niveau uh, uh, weten wij wat er zou moeten gebeuren in het kader van een stukje informatiebeveiliging. Wat voor primaire zaken zou je moeten, worden, uh, uh, zou je moeten regelen? En ik denk dat je daarna aanvullend op elkaar kan zijn. Yeah. Want dan komen de specifieke vragen. Van hoe regel ik de, uh, 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 dat dan? Hoe voorkom ik dat ik gehackt word? Of uh, hoe moet de opleiding van mijn medewerkers zijn? Dat er niet op een linkje wordt geklikt en we phishingmail hebben of van die directiefraude mailtjes. Yeah. Ja, dat is onze, ons werk niet. Wij zijn accountants, wij zijn heel goed met cijfers. Uh, maar uiteindelijk uh, is Harold en zijn organisatie uh, die zijn goed in de IT en hoe moet je dat verankeren? Ja. Yeah. Ja, wij werken uh, vaak samen natuurlijk met uh, alle ketenpartners binnen een zorginstelling en zeker met, uh, met accountskantoren die ons uh, uh, en, de, en de instelling adviseren op het gebied van informatiebeveiliging en wat zij tegenkomen en wet- en regelgeving. En in partnership van uh, de zorginstelling werken we dus samen met uh, de accountants om dat uh, tot uh, een voor iedereen werkbare situatie uh, te creëren en te zorgen dat we daaraan voldoen met elkaar wat betekent dat voor jou voor IT want het normaal is het natuurlijk altijd een beetje de om het heel maar plat te slaan. Het is of je gaat investeren in IT... en aan de andere kant hangt de, de donkere wolk... van de kosten die daar tegenover staan. Ja. Dus hoe ziet zo'n samenwerking er dan uit? Nou ja, kijk, vaak um, hé, weten wij als, als IT'er... en zeker met ons specialisme in uh, de zorg en welzijn... tweede lijn zorg, weten we wat er speelt. Elke uh, zorginstelling waar wij partner van zijn... Uh, kennen we ook de accountant. Uh, weten we weten ook uh, waar die naar moeten kijken... in de wet- en regelgeving. En zo'n traject pakken we samen... Op en dat werkt praktisch gewoon door uh, nou ja, de gegevens aan te leveren waar de account het om vraagt en uh, het daar samen over te hebben en te kijken: van nou, als we uh, dit meenemen in een roadmap, dan uh, gaan we voldoen, of voldoen we op korte of op middelkorte termijn uh, aan, uh, aan de doelstelling. Ja, en wat is jullie belang hierin? Aan de andere kant, is het zo dat jullie zien dat de IT of het gebrek daaraan misschien wel van grote invloed is uiteindelijk op de cijfers van zo'n zorginstelling of? Of gaat het verder dan dat? Ja, het heeft impact, inderdaad, wat je zegt, Maya, op de uh, cijfers van de instelling. Maar waar wij ook naar moeten kijken is de continuïteit uh, van de zorgorganisatie. En uh, wij hebben naast onze uh, zeg maar, plicht om er een uh, controle- of samenstelling- of beoordelingsverklaring bij te geven bij de uh, cijfers, wordt van de accountant ook verwacht dat hij breder adviseert. Dat uh, noemen wij de, de natuurlijke adviesfunctie. Mm -hmm. uh, dus dat die accountant uh, met zijn kennis uh, en op sommige aspecten, zoals ik net al aangaf, op hoog niveau, uh, de, uh, de zorginstelling wel adviseert van hey, denk hieraan, want die zorgverlener die is vaak heel goed in zorgverlenen. Uh, in het, uh, nou, voor de eerste lijns uh, zorg in het dokteren. Laat ik het zo mm -hmm. even, uh, even noemen. Maar die weet minder uh, van, uh, uh, van cijfers over het algemeen. Daar komt de accountant op de hoek kijken. Die weet minder van automatisering en die wil daarover geadviseerd uh, uh, worden. En daarom heb je naast je uh, werkzaamheden als accountant om het, de jaarrekening samen te stellen of te controleren, heb je natuurlijk adviesfunctie. Waar echt van de accountant wel wat wordt verwacht, dat hij hier ook naar kijkt. Ja. Kijken jullie ook naar uh, bijvoorbeeld de ambistatus van een zorginstelling? Hè? Of, uh, of, of zij voldoen aan uh, de regels die daarbij uh, uh, bij komen? Daar, daar kijken wij niet uh, direct naar. Indirect kijken we naar, wel naar of ze een ambistatus hebben. Wij gaan niet de checklist uh, voor ze controleren view. Uh, aan deze regels moet je voldoen voor de ambistatus. Maar je ziet natuurlijk wel dat uh, 9 van de 10 van onze klanten heeft wel die ambistatus Ja. Precies, en die ze... moet aan bepaalde deadlines voldoen. Ja, ja. Op dat niveau kijken wij uh, uh, wel mee. Maar het hebben van een ambistatus heeft natuurlijk nog een aantal andere zaken. Zeker. Uh, en daar wordt, uh, nou, als het in sprake komt, wordt er meegekeken. Uh, er zit niet een actieve uh, controle of nee. uh, beoordelingsplicht van ons. Nee. En die eisen hebben ook deels te maken, als ik het me uh, goed herinner, met een bepaalde vastleggingen. Of dat dingen aan, aan zeg maar, jullie kant goed geregeld zijn, dat de cijfers op orde zijn. Waar ligt dan de verantwoordelijkheid? Waar stopt jullie verantwoordelijkheid en waar begint die dan bij de zorgorganisatie? Ja, uiteindelijk is, de, uh, uh, is onze verantwoordelijkheid het geven van die verklaring bij de jaarrekening. Ja. Um, en die moet voldoen aan wet en regelgeving. En die wet en regelgeving is onze norm waar wij op basis van de jaarrekening samenstellen of waar we op basis wij van de jaarrekening uh, 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 controleren. Ja. Dan kan het zijn dat er hele specifieke verantwoordingen zijn. Zoals bij tweede lijn zorginstellingen moeten wij ook wat zeggen over de uh, productie die, uh, die geleverd wordt. in het kader van de WMO en, en de Jeugdwet. Dan kan het zijn dat in die uh, protocollen, in dit geval het ISA-protocol, het landelijk protocol. Uh, dat daar eisen in staan omtrent de. Vastlegging van die zorg. Uh, en om de, omtrent de feitelijke levering, zoals dat mooi genoemd wordt, uh, van die zorg. Ja daar komt omdat dat, dat protocol die norm aan ons oplegt. Uh, gaan wij nog een stukje verder. Want wij gaan uh, kijken. Is er een verwijzing uh, uh, naar die zorginstelling of is er een indicatie? Is de zorg binnen die indicatie geleverd? Maar er zit ook een aspect in. Uh, daar staat bij. Gezegd uh, wordt over de feitelijke levering van de zorg, de zorginstelling declareert en uh, is die zorg nu feitelijk geleverd? Is die uh, cliënt daar geweest? En in dat geval gaan wij nog wel eens een stapje dieper, maar kijk, is heel duidelijk vastgelegd: beste accountant, kijk naar de procedures die waarborgen dat die zorg geleverd uh, 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 wordt. Op een gegeven moment is dat de stap dat het overgaat naar uh, uh, de feitelijke, de goede levering van zorg. De, uh, wordt daar aan de inhoudelijke eisen uh, voldaan die een zorgkantoor of zorgverzekeraar stelt? Dat ligt bij de klant. Uh, en wij schurken, zeg maar, er wat tegenaan zou ik bijna zeggen, in het kader van die feitelijke levering van zorg, dat je toch moet gaan kijken hoe is, die, hoe is dat proces nu opgebouwd en hoe weet je zeker dat alleen zorg die feitelijk geleverd is, wordt gedeclareerd en uiteindelijk betaald wordt door onze overheid. En is dat iets wat jullie uh, helemaal in jullie systemen kunnen zien, of zijn jullie ook deels afhankelijk van andere softwareoplossingen die jullie klanten daarin gebruiken? Wij zijn daar afhankelijk van de klanten natuurlijk... en de IT-systemen die zij daarin gebruiken. En wat je wel ziet natuurlijk met de huidige ontwikkeling... dat je steeds meer de data die in de primaire systemen zitten... dat je daar gebruik gaat van maken in onze controllers Ja. Uh, Stellen dat... jullie er dan ook eisen aan naar klanten dat je zegt joh als je bij ons klant bent dan moet je in ieder geval een pakket hebben wat aan deze eisen voldoet of is het eigenlijk allemaal wel nee, oké? Okay? Dat, dat is het is eigenlijk meer van kijk omdat we in de zorg uh, zitten hebben we een aantal pakketten zeg maar wat primaire zorgregistratiepakketten zijn zoals uh, en uh, wij geven wel advies joh, uh, die data zit in het systeem want alles wordt vastgelegd. Alleen de mensen weten niet hoe ze dat uit de systemen kunnen halen. En dat heeft te maken met abonnementen die ze hebben. Ze hebben een light versie of ze hebben een uh, hele uitgebreide versie. Daarin geven we wel de klanten advies. Ja. En. Daarin komt ook die ITER uh, vaak om de hoek, wij, wij dus hè, in, in het geval met de dashboarding en koppelingen. En uh, om de gegevens zowel voor de zorgmanagers als voor uh, de accountant uh, op te leveren. Zo, zodat men en kan sturen. En uh, uh, nou ja, de accountant goed en snel kan voorzien van. Uh, Truth uh, uh, data. Yeah. En ik denk dat dat een hele belangrijke is uh, voor de toekomst. Wat je zag in het verleden is dat het allemaal losstaande systemen waren. Je had een zorgregistratiesysteem. En die stond eigenlijk helemaal los van de financiële administratie. Ook al factureer je uit dat zorgregistratiesysteem. Bij grotere ondernemingen zie je dan als de factuur uitgaat. Wordt er automatisch een vordering, een debiteurenpositie op, uh, opgebouwd. Dat zie je dat een heel aantal van die zorgregistratiesystemen. Uh, om die even als voorbeeld te nemen, dat die nog niet die directe koppeling hebben. En met alle gegevens die uitgevraagd worden in het kader van die WTZA waar we het net over hadden, maar ook de gegevens die we nodig hebben voor de productiecontrole. Uh, nou, allemaal van dat soort uitvragen, daar wordt het heel erg van belang dat jij die systemen op elkaar hebt aangesloten. Anders betekent dat allemaal extra werkzaamheden, extra queries die je moet draaien, extra vergelijkingen die je moet doen. Om die gegevens voor een zorgverlener boven water te krijgen. En dat wil je eigenlijk het minste tijd aan besteden. Want je wil de tijd dat de tijd besteed wordt. Aan het verlenen van zorg. Dat is op dit gebied ook de vraag die wij vaak krijgen van, van de accountant of van de zorginstelling. namens de accountant. Hoe kunnen we sneller, beter. Gegevens aanleveren, hoe kunnen de koppelingen, nou, eigenlijk de, de processen automatiseren. Ja, uh, artificial Intelligence is daar een voorbeeld van uh, waarmee dat kan. En ook uh, krijgen we dan uh, de vraag vaak van hoe zit het met de beveiliging en hoe is je data gewaarborgd? Hè? Dat is eigenlijk de andere kant die jullie ook nog uh, doen. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk dan een, een kans die sommige organisaties misschien nog laten liggen. Zijn er ook andere dingen? Hè? Voor jullie klanten hebben jullie natuurlijk helemaal lekker op orde. Als er een nieuwe klant komt, zijn er dingen. Van jullie zeggen van joh dat zien we vaker voorbij komen dat ze bepaalde regelingen of dingen niet, nou ja, bepaalde kansen niet grijpen die wel misschien voor handen liggen. Nou ja, ik denk zeker uh, als mensen uh, wij, wij leggen altijd nieuw klant wel langs een soort, uh, een checklistje voor onszelf. Nee, hebben ze hier nou gedaan, hebben ze daar aan gedaan, hebben ze daaraan, vandaan, hebben ze daaraan vandaan. Nou ja, Even Een van de voorbeelden die wij uh, heel toevallig weer corona hadden, is dat er. Uh, dat er compensatiemaatregelen waren. Nou, één klant, een nieuwe klant, die wist niet dat de compensatiemaatregelen waren. Ja. En hoe je die in moest vullen. Bijvoorbeeld ook dat je daar die dacht alleen ik mag alleen maar invullen. Uh, de extra kosten aan materialen. Maar ook het ziekteverzuim mochten ze opvoeren. Ja, nou, dat, had, dat wist hij niet. Ja, dat had voor, Dus dat was een kans. Die, die die gegrepen heeft. En dat had ze in een mooie dekking vorm opgeleverd. Ja. En, en dat is het voordeel, denk ik. dat je uh, van onze specialisatie in de zorg. kunnen we ook een verdiepingsslag maken. En wat we bij de ene klant horen. Dat kunnen we meenemen naar de andere klant. Ja. En zo zie je die kruisbestuiving bij ons, in ieder geval bij ons in onze klanten is, uh, zie je dat, dat dat heel hoog is. Ja. Daar hebben we ook raakvlakken met elkaar. Hè? Want ook in ons specialisme op eerstelijns of zorg, uh, in mijn geval. Uh, ja, levert ook heel veel op voor, uh, voor de, voor de zorginstellingen. En dat is met, met jullie verdiepingsslag als zorgaccountant natuurlijk ook zo. Ja, kijk, en je probeert ook altijd, en dat is denk ik wel de huidige tijd, is, hier gaat alle dienstverleners die een zorginstelling heeft, die kruipen steeds meer naar elkaar toe. Ja. Want wij hebben in onze controle gaan we steeds meer gebruik van IT. Nou, dan heb je weer uh, Harald nodig met administratieve uh, jongen. Jij bent de IT-man. Ja, en dat moet wel met elkaar praten. Ja. Want als je met elkaar praat, een dashboards je, maken en ja, precies. Alles, ja. En dan kan je, weet je, ook dat de, dat je de, uh, vanuit dezelfde uitgangspunten dingen benoemt en onderzoekt. En uh, dat zie ik wel een beweging zeg maar, in het veld, voor ons als accountant, zeg maar ook met de IT, dat je dat wel steeds meer naar elkaar toe kruipt. Zeg maar. ja. Om dat ook efficiënt te maken voor een zorgverlener, dat hij daar minder last van heeft. Dat hij kan zeggen: joh, Wij zijn alleen maar voor de zorg leveren ja. aan de cliënt. Ja. En uh, dat hele administratieve gebeuren, dat moet gewoon op orde zijn en daar wil ik zo min mogelijk Tijd aan besteden. Ja, en, dan, en die partijen moet je dan ook goed bij elkaar krijgen. Een heel sprekend voorbeeld daarvan is de productieverantwoording, waar we het net al over hadden uh, in de wet Langdurige Zorg, dus zeg maar de verpleeghuizen. Daar doen wij een controle uh, of die zorg feitelijk geleverd is en of het tarief juist is of er een indicatie is. Feitelijk, wat daar gebeurt uh, al gedurende het proces, is dat gegevens via bepaalde formulieren uh, tussen een zorgkantoor en een Zorgaanbieder aanbieder uh, worden uitgewisseld gedurende het jaar. Als je dan kijkt, zitten daar al zoveel controles in de keten, zoals wij dat noemen, uh, terwijl VWS daar ons nog vraagt: van, wij willen dat jullie dat nakalculatieformulier uh, op basis van is er een indicatie aanwezig, is het tarief juist te controleren terwijl dat eigenlijk door die aanlevering uh, gedurende het jaar kan dat al bijna niet fout gaan. Dus je ziet daar dat je eigenlijk veel slimmer met elkaar moet gaan kijken. Waar kunnen we nou gebruik maken van elkaar systemen? Hoe kunnen we die op elkaar aansluiten en hoe kunnen we daar zekerheid over uh, uh, krijgen, zodat niet die accountants bij al die WLZ-instellingen dit moeten doen. En in dat gesprek waar we het aan het begin uh, over hadden met een NZA en VBS, proberen we VBS ook daarin mee te nemen om het voor ons allemaal efficiënter te maken. Ja, nou ja, het is natuurlijk belangrijk dat je gaat samenwerken zonder dat er uiteindelijk uh, de vraag blijft bestaan bij wie ligt de verantwoordelijkheid. Want dan heb je alsnog een kastje naar de muur. Ik denk dat dat, uh, als je goede partners hebt die precies weten waar ze de klik wel of niet hebben met elkaar. Anders heb je weer, waar wij het met, uh, in de aflevering over die IT-regisseur over ja. hadden, dan wordt het probleem eigenlijk alleen maar groter wat nu al bestaat. Ja. Uh, want je moet uiteindelijk wel weten bij wie je moet zijn als er iets niet goed is. Uh, dat moet natuurlijk wel helder zijn. Um, laatste dingetje, want we zijn bijna aan het einde gekomen. De um, luisteren Mensen die zich bezighouden met van alles in zorgorganisaties, waaronder nou ja, finance. Wat willen jullie ze nog meegeven? Hebben jullie een tip? Hebben jullie een advies? Um, niet voor jullie bestaande klanten, want dat doen jullie natuurlijk al. Is er iets waarvan je zegt, joh, neem dat in ieder geval mee of kijk hier eens naar? Nou, ik denk zelf van als je. Um, we hebben het al aangegeven aan het begin, er is een nieuwe wet gekomen, de weten ze het A. Um, in, met de WDZA is er ook een nieuw toezichtskader gekomen van NZA verschuiving van IGE naar de NZA ik zou zeggen neem wel de tijd en de aandacht zeg maar, voor de nieuwe wetgeving en de inrichting van je governance structuur en daarmee ook dus naast governance ook je I I IT omgeving mee, want dat is echt wel wordt steeds belangrijker en uh, nou ja Goed voorbereid zijn is het halve werk, denk ik. Nou, mooi. Dat is een mooi advies. Dank jullie wel voor jullie komst en uh, voor het delen van, uh, van zoveel informatie. En heel veel succes met alles uh, waar jullie mee bezig zijn. Ja. Dank je wel voor de uitnodiging. Jullie dank je wel voor de uitnodiging. Dank je wel. Dit was de achtste aflevering van De Zorg van Morgen. Tot de volgende keer.